De volgende spreker. Hij is er toch wel, hè, Jeroen? Je zag hem binnenkomen, oké. Komt niet uit de regio. Oh, hij komt van heel ver. Stedenbouwkundige. Hij is geroemd vooral om eigenlijk zijn betrokkenheid bij Roombeek. De wijk die verwoest is door de vuurwerkramp in Enschede. En vooral om het samenbrengen. Ja, leuk dat we elkaar zien. Ja. U kwam wat later binnen. Maar... En daar was hij voor geroemd en nu is hij eigenlijk lid van het kwartiermakersteam voor de nieuwe Rijksdienst van het Noorden. En ik ben heel benieuwd wat hij voor kansen ziet en wat zijn dilemma's zijn als frisse buitenstaander hier een kwartier te maken. Dus een groot applaus voor Peter Kunsli. Ja, misschien het eerst goed om te vertellen wat mijn binding met Groningen is. Ik was na mijn studie in Delft bij Hugo Prenus een van de mensen die zijn vinger opstapte toen hij in Groningen kon gaan werken. Omdat ik dat altijd een hele mooie provincie heb gevonden. Veel bij mijn broer die een boerderij in Fraamklap en later bij Middelsum had. Veel heb geklust daar, getimmerd, geschaatst. Dus ik ben hierheen gegaan, ben hier getrouwd in het Noorddijk. Heb mijn eerste dochter gekeken, lang gewoond in de oude Boteringenstraat. En ik ben begonnen als bewonersdeskundige. Ik heb overal in de provincie, maar ook in de stad, bewonersgroepen geholpen. Onder het regime van Jan Schaefer om hun belangen te behartigen richting gemeenten, corporaties, ontwikkelaars enzovoort. En daarna ben ik directeur bij Gruno geworden, grote woningbouwvereniging in de stad. Toen ben ik eigenlijk uit die mooie regio vertrokken en ik vind het eigenlijk heel mooi dat ik na al mijn omzwerving in het land hier weer terug ben. Er is me ook gevraagd om in ieder geval heel specifiek wat te vertellen over ervaringen die hier misschien van belang zijn. Hoewel ik wil benadrukken, dat komt uit het verhaal van Gert-Jan ook wel naar voren, dat wat hier aan de hand is van een ongekende omvang en complexiteit. Daar hebben wij nooit mee te maken gehad, aardbeving in dit land. En met deze schade en deze aantallen mensen die daar getroffen worden, deze onveiligheid die elk moment kan toeslaan, dat is echt van ongekende omvang. Dus ik ben nou, hier staat ook niet iemand die u kan zeggen precies hoe dat moet. Maar laten we zeggen, we moeten wel alle kennis en ervaring mobiliseren om eigenlijk dit ook om te draaien. Niet alleen te blijven hangen in de onveiligheid, maar ook eigenlijk de kansen te zien die misschien een goede aanpak biedt hier, om de krachten die hier aanwezig zijn te versnellen, een duwtje in de rug te geven en te zorgen dat die regio echt perspectief krijgt. Want alleen een veilig huis ben je dan nog niet als je geen perspectief hebt of je huis niet kan verkopen of geen kant op kan. Dus dat perspectief hoort onverbrekelijk bij die veiligheid. Een van de dingen die ik de afgelopen jaren aan heb mogen werken is de wederopbouw van Roombeek na een vuurwerkramp. Dus ik heb een keer oog in oog gestaan met een enorme ramp en 23 dodelijke slachtoffers en een enorm gebied wat met 60.000 ton asbest, verontreinigd staal en beton opgeruimd moest worden. 12.000 slachtoffers in de stad, heel veel mensen die ondergebracht moeten worden in andere situaties. Dus dat zit echt in mijn botten, want daar hebben we echt jarenlang moeten werken om dat weer op de rit te krijgen. Tegelijkertijd was er eigenlijk precies ook aan de orde, wat hier eigenlijk ook aan de orde is. Het vertrouwen van die bevolking daar was natuurlijk ook diep geschokt. Eigenlijk in alles en iedereen. En ook daar was aan de orde dat als je geen alleen maar zou herbouwen zonder perspectief te bieden, het was een achterstandswijk met veel sociale problematiek, dan had je ook niks gedaan. Dus daar moest ook perspectief, vertrouwen opbouwen, perspectief bieden, moest eigenlijk aan elkaar verbonden worden. En daar zitten toch een paar dingen in die denk ik hier ook spelen. Als we nou kijken wat het geworden is daar, is dat alleen maar zo geworden omdat dat met een ongelooflijke interactie en betrokkenheid van de bevolking is gebeurd. Om u daar een voorbeeld van te geven, de plannen die daar gemaakt werden, die werden in tenten in het rampgebied bij handopsteken afgestemd. En als wij niet gewoon een complete instemming en meerderheid ophaalden, dan zeiden we op voorhand, dat doen we ons huiswerk over. En er was een hele stevige projectorganisatie neergezet. Dus er was eigenlijk voor alle initiatiefnemers, bewoners, slachtoffers in het gebied, was ook een heel duidelijk aanspreekpunt georganiseerd. Die ook mandaat en middelen had om eigenlijk met iedereen eigenlijk afspraken en deals te maken, zodat je ook de initiatieven kon versnellen en verder kon helpen. We hebben ook heel erg gewerkt om de eerste zichtbare resultaten snel te boeken. Dat was natuurlijk heel lastig. Want je had al 60 hectare vol liggen met puin, met een hek eromheen. Niemand mocht erin.
Maar waar kon je dat dan wel boeken? Dus we hebben gewoon opgezocht, waar zitten dan de eerste projecten, resultaten, waar je snel kan laten zien dat er ook echt wat gebeurt. Nou, dus die dingen nemen we wel mee, hoewel ik ook ervaar en accepteer dat het hier heel anders is. Hoe ben ik nou teruggekomen in Groningen? Ik zat eigenlijk eerst in een team van mensen met een groot ingenieursbureau wat meedeed in de aanbesteding voor het Centrum voor Veilig Wonen. Ik ben zelf een heel klein bedrijfje, dus ik kom totaal niet in mijn aanmerking voor zoiets. Maar een van de grote ingenieursbureaus zei tegen mij van ja, we hebben 7000 ingenieurs, maar jouw kennis en ervaring hebben we niet, dus wil je meedoen? Nou, we zijn niet geworden, we zijn wel bij de laatste 3 geëindigd. We zijn niet geworden, maar in die dialoog heb ik natuurlijk wel proberen in te brengen mijn zorgen. Ik had buikpijn ervan als ik door het gebied reed en inderdaad zag wat er aan sociale, culturele waarde hier is. En ik probeerde me voor te stellen dat als er een bouwoperatie van x miljard overheen komt, aangestuurd door ingenieurs, ik heb vragen, ik kom zelf uit die hoek, wat blijft er dan over wat hier van waarde is? Hoe wordt geanticipeerd op herhuisvesting? Ik heb ook jaren in Rotterdam gewerkt. U weet, er zijn 60.000, 70.000 woningen aangekocht en die moesten allemaal snel verbeterd worden. Dat waren immense herhuisvestingsopgaven. Ja, hoe ga je dat doen? Wat blijft er dan van de sociale bindingen en verbanden over in de dorpen en steden die hier zijn? Die heel belangrijk zijn voor de kwaliteit van het wonen en leven hier. Hoe ga je in de governance van de hele organisatie eigenlijk vertrouwen herstellen? Hoe ga je de meekoppeling organiseren? Want kijk, als je zoveel investeert in zo'n gebied, 90.000 objecten, nou, gemiddelde versterkingsprijs ligt denk ik in veel gevallen boven de WOZ-waarde van de woning waar je het over heeft. Dus het is echt een miljardenopgave. Als je zoveel miljard investeert, hoe kan je dat verbinden met de leefbaarheidsopgave, waar u vaak heel lang in alle dorpen en steden met heel veel inbreng van heel veel mensen hele goede plannen en voornemens heeft gemaakt? Of met de toekomst voor erfgoed? Of hoe ga je het verbinden met energietransitie, met economisch perspectief? Nou, ik moet zeggen, dat zijn natuurlijk ook wel vragen die misschien buiten het bestek van de NAM liggen. Dat kan ik ook nog wel begrijpen. Maar het was in ieder geval zo dat ik er zo weinig gehoor op kreeg dat ik gewoon eruit gestapt ben op dat moment. Ik zeg ja, als ik voor mijn potentiële opdrachtgever geen toegevoegde waarde heb ik hier niks te zoeken. En veel langer werd ik benaderd door de provincie, Hans Schrikkema, William Noorlach en anderen die zeiden ja, wij kunnen geen invloed krijgen op die gekozen wordt, maar wel op misschien de voorwaarden die we meegeven aan wie die ze kiezen. En toen ben ik eigenlijk gaan denken binnen de provincie aan ja, hoe kunnen we nou greep krijgen op die versterkingsoperatie vanuit de publieke zaak geredeneerd. En ik ben heel erg blij dat de minister dat ook overgenomen heeft, dat er nu een publieke regie is. Want laat ik één ding zeggen, deze operatie hier is ondenkbaar en onmogelijk als niet vanuit de overheid en dan de overheid in samenwerking, regie wordt gevoerd en sturing wordt gegeven aan dit hele proces. Ik ben ook blij dat als ik inmiddels met de mensen van het Centrum voor Veilig Wonen praat, dat die dat ook erkennen. Prioritering, fasering. Hoe ga je inderdaad ook aan welke eisen moet de versterking voldoen? Hoe moet je omgaan met dat erfgoed? Nou, enzovoort, enzovoort. Waar komt die herhuisvesting terecht? Hoe ga je met sloop-nieuwbouwafwegingen om? Staande bestemmingsplannen, bieden die daar alle ruimte toe? Om een aantal dingen te noemen. Dus dit kan niet zonder publieke regie. Wat daarbij komt is dat nu natuurlijk de zaak enorm opgehouden wordt, omdat ongeveer alles in een werkorde eerst goedgekeurd moet worden met de achterjuristen die kijken of er geen precedenten optreden in Alaska, Nigeria, Mexico, Nigeria, Laos, noem het maar op. Dat proces zal ook doorbroken moeten worden. Een overheidsdienst die probeert hier aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen te realiseren, zal gewoon een programma moeten zijn wat door het parlement wordt goedgekeurd en door het parlement wordt bekostigd. En waar alles wat op de aansprakelijkheid betrekking heeft uit het gasgebouw gehaald kan worden. Maar voor de rest ook de middelen in Den Haag georganiseerd moeten worden. En mogelijk aangevuld met andere potjes. Maar er moet natuurlijk een soort fondsstructuur komen die het ook mogelijk maakt voor zo'n overheidsdienst. Om wat er aan lokale initiatieven leeft en aan voornemens is, daar net dat setje in de rug te geven om het te versnellen en te intensiveren. Want het ontbreekt hier niet aan visie. Er zijn plannen, visies, alles genoeg. U weet heel goed eigenlijk wat u met uw regio wil. En als ik met mensen praat, of ze nou in de sfeer van wonen, of in de sfeer van scholen, of de zorg bezig zijn, of in energie, eigenlijk zie je eigenlijk dat er een halve man en een paardenkop eigenlijk zo'n
opgave aan moet. Dus te weinig handjes, zou ik bijna zeggen. En je ziet ook dat er eigenlijk hier en daar de middelen ontbreken om dan te zorgen dat iets net met voldoende tempo in beweging komt. Dus als die overheidsdienst er nou zorgt dat er een goed samenhangend meerjarig programma is, wat de samenhang tussen al die verschillende initiatieven waarborgt, wat ook nog misschien bekijkt of de drieslag hier en daar ook tot aanvullingen leidt, dat voorzien van een goede bekostiging en vervolgens handjes en middelen biedt om alle lokale initiatieven te versnellen, te verbreden, te intensiveren, dan gaan de bewoners van Groningen, denk ik, in de komende jaren zien dat het daadwerkelijk veiliger en beter en perspectiefrijker wordt. Nou is een van de hele grote vragen natuurlijk dat dat allemaal niet in één keer kan. Dus het verwachtingmanagement is ook heel erg belangrijk. Dat heb ik ook in Roombeek gemaakt. Ja, daar had ik ook heel veel commentaar dat de mensen 2 jaar lang niet in dat gebied konden. Vertrouwen terugwinnen betekent ook daar in dat soort dingen betrouwbaar zijn. Dus doen wat je zegt en zeggen wat je doet. En dat betekent dat je ook als het ware met elkaar naar een realistische aanpak aan moet. In welke volgorde pakken we wat aan? En daarin zullen we ook moeten prioriteren in veiligheid. He, waar zijn eigenlijk de grootste veiligheidsrisico's? En wat moet je dan in welke volgorde aanpakken? Dat is een heel lastig probleem. Omdat je daar heel veel kennis moet mobiliseren met heel veel onzekerheden. Niet alleen over de seismiciteit, maar ook over de opbouw van de ondergrond, de sterkte van wat erop staat, de groepsrisico's van mensen die in die gebouwen zitten. Dus dit is iets wat ook volstrekt nieuw is in Nederland. Dat moeten we echt ook organiseren. En dan zal je in een bepaalde volgorde zal je het gebied aan kunnen pakken. En ik hoop dat we dat dan ook TZT kunnen uitleggen, dat niet iedereen tegelijk aan de beurt is. Daar is de operatie gewoon veel en veel te groot en complex voor. We zullen ook nog moeten leren, dat is ook mijn ervaring in heel veel van die grote operaties, dat als je iets doet wat helemaal nieuw is, waar nog geen organisatie en contracten, werkmethoden, processen voor zijn, dan verzeker u, dan heb je 2, 3, 4 jaar nodig, misschien wel 5 jaar, voordat je ingewerkte organisaties en mensen hebt met contractvormen en regelingen, dat de zaak echt aan de praat komt. Dus ik zou nooit een opdracht aanvaarden om in jaar 1 3.000 woningen te versterken. Dat is in mijn ogen, maar dat spreek ik op persoonlijke titel, gewoon een onmogelijke opgave. Je kunt misschien wel 3.000 woningen veiliger maken, hè? Dat is nog weer wat anders, hè? Nou ja, goed, dat soort dingen. Dus dat zal gelijk moeten. En wat mij dan zorgen baart op dit moment, dat wil ik u ook wel zeggen, is dat zoals het nu georganiseerd is, moeten alle Groningers hebben eigenlijk 1 uitvoeringsinstantie waar ze op moeten wachten. Dat is het Centrum voor Veilig Wonen. En die als enige moet zorgen dat Groningen veilig is dan. Ja, dat betekent dat ja, als je toevallig, noem maar wat, in Uskert woont, of een beetje aan de rand, kan je misschien wel 20 jaar of meer wachten tot je eindelijk een keer aan de beurt bent. Voor versterking, hè? Daar heb ik nog niet eens over. Schadeherstel is natuurlijk een ander verhaal, hoewel we daar natuurlijk ook nog met veel hangende dossiers zitten. Ja, dat is eigenlijk een niet aanvaardbaar perspectief in een regio waar als je naar de kans op aardbevingen kijkt, ook aardbevingen die veel zwaarder zijn dan toen in Huizingen, eigenlijk dat elk moment kan gebeuren, niemand die het weet. Dus er zal echt een aanzienlijke versnelling aangebracht moeten worden. Met alle complexiteit die ik net aangaf. Nou, hoe krijg je dat nou voor elkaar? Daar zijn we natuurlijk in die overheidsdienst, het kwartiermakersteam, ook hard over aan het nadenken. En wat dan opvalt is dat in de huidige uitvoeringsprojecten zijn geselecteerd, eigenlijk de rijen woningen van de corporaties worden genomen. Nou, dat is heel goed. Maar dat zijn natuurlijk eigenlijk de gestandardiseerde woningen. Dat zijn de jongste woningen, dat zijn relatief de woningen met de beste kwaliteit. En dat raakt eigenlijk niet aan 70% van de bevolking hier, want die woont gewoon in een eigen woning. En dat raakt ook niet aan de maatschappelijke instellingen die scholen bezitten, of die een verzorgingscentrum hebben, of een ondernemer die een boerderij heeft. Dus wil je hier werkelijk energie krijgen en versnelling krijgen in het gebied, dan is het enige wat je kan doen, is de mensen in staat stellen het heft in eigen hand te nemen. Als iemand zegt, ik wil niet, hij heeft de keuze op te wachten, bij wijze van spreken. Als hij zegt, ik wil niet wachten, ik wil het heft in eigen hand wenen, dan zal die overheidsdienst mensen daartoe in staat moeten stellen. Nou, dat lijkt simpel, wat ik dat zeg. Maar het is het niet. En dat kan ik ook uit Roombeek zeggen. U weet, Roombeek hebben we ongeveer voor de helft opgebouwd met kracht van de eigen burgers en terugkerende mensen en ondernemers. Toen we daaraan begonnen, heeft iedereen ons voor gek verklaard. Bouwend Nederland voorop, moet ik zeggen.
Maar het is gewoon gebeurd. Sterker nog, het is in heel Nederland eigenlijk het enige segment in de bouw wat nog echt goed draait. Particulier opdrachtgeverschap, zelfbouw enzovoort. Het is een hele grote operatie. Want als u particulier bent en we geven u de kans heft in eigen hand te nemen, dan staat u de volgende dag bij die overheidsdienst op de stoep en zegt: ik heb een paar vragen. Namelijk, aan welke normen moet ik voldoen als ik dit ga versterken? In de tweede plaats, wat is het budget wat ik krijg? Uit welk mandje regelingen komt dat? In de derde plaats, ik heb nooit van mijn leven gebouwd. Voor de meeste mensen geldt dat. Hè? Krijg ik ook begeleiding en ondersteuning om een heel ingewikkeld en complex bouwproces, ook als dat ingewikkelde woningen gaat, hè, die mooi zijn met mooie details, met die luikjes en de mooie haard, en de mooie, om dat allemaal zo te doen dat het ook nog verantwoord is. Waar haal ik de engineering vandaan? Hoe kom ik aan een aannemer, een aanbesteding? Hoe gaat het? Nou, enzovoort, enzovoort. In Roombeek kan ik u ook weer zeggen, is dit alleen in deze mate gelukt, omdat iedereen eigenlijk beroep kon doen op een uitstekende begeleiding. Die als het ware van het eerste tot de laatste fase in dat bouwproces mensen ook hielp om de juiste keuzes te maken. Van eerste keuze blijf ik of ga ik weg? Ga ik nieuw bouwen of verbeter ik? Dan budget en programma van eisen, dan welke architect en engineer heb ik nodig, dan hoe regel ik die aanbesteding, nou ja, enzo verder. Nou, dat zal je ook moeten gebeuren als we dit echt willen. En dan voelt u wel, als we dit doen, dat er dan naast de operatie van het Centrum voor Veilig Wonen, die gewoon in een geprioriteerde, gefaseerde volgorde het gebied veiliger maakt, daarnaast schade herstelt, dat er overheen, over de hele regio eigenlijk, hoop ik, heel veel bloempjes gaan bloeien van mensen die zelf het initiatief nemen, daar goed begeleid en ondersteund worden, toereikende budget, toereikende faciliteiten, heldere vergunningprocedures en aan de gang komen. Dan zal het nog wel kunnen dat er hier en daar conflicten zich voordoen, dat zien we nu ook. Dus in het bouwwerk ontbreekt een goede arbitrage. Je moet eigenlijk binnen hele korte tijd over allerlei soort conflicten gewoon van een onafhankelijke rechter of arbitragefiguur uitspraak kunnen krijgen wat redelijk en billijk is. Dat zal ook moeten gebeuren. En je voelt ook wel dat we er niet aan ontkomen dat er eigenlijk tijdelijk beheer van vastgoed, herhuisvesting, maar ook hier en daar aankoop van woningen, doorverkoop van woningen, dat is eigenlijk ook onmisbaar. Dat is echt een vastgoedpartij, ook publiek gestuurd. Dus het zeggen dat er, en dan sluit ik me af, het zeggen dat er publieke regie op dit enorme proces nodig is, heeft heel veel implicaties. Wij zijn nu met een heel klein team mensen, daarom was ik ook wat te laat. Ik heb al 4 afspraken achter de rug voordat ik hier was. Met een heel klein team mensen bezig om die overheidsdienst op te richten. De eerste 4 medewerkers zijn er. Er is een tijdelijk kantoor beschikbaar gesteld. Ik heb een secretaresse en een telefoon en Jan Klein heeft dat ook. Dus, en dat gaat richting, denk ik, 150 tot 200 man. Dat is mijn eigen instelling. En die gaat dus de lokale bestuurders en de bewoners helpen. Want we houden het gebouw van Thorbecke helemaal in stand. Die gaat de lokale bestuurders en bewoners helpen om als het ware te zorgen dat Groningen in 10 jaar tijd, als het aan ons ligt, aardbevingsbestendig en kansrijk is. Zodat mensen ook weer perspectief hebben. Dank u wel. Ja.